Kijk, de appeltaart komt eraan hoor. We zijn in Voorthuizen bij Cafetaria de Daltons, waar op het terras niet meer mag worden gerookt. De geboorte van zijn zoon zetten hem aan het denken. Iedereen weet, roken is het natuurlijk niet heel goed voor je. En niemand wil dat zijn kinderen gaan roken. En dat wil ik ook niet. En als we iets niet willen en we veranderen niks, dan gaat ook niks gebeuren. Dus hij heeft daarom de keuze gemaakt van, nou, ik wil mijn verantwoordelijkheid pakken en ik kies voor mij terras rookvrij te maken. Rookvrij staat hier duidelijk op het terras. Ja, dat zag ik net ook staan, ja. Ja, ik wou net sigaret opsteken, maar toen werd me inderdaad verteld dat ik daar mocht roken, ja. Nee, ik rook zelf niet, want dan kreeg ik last van astma. Dus ik vind het wel fijn. En veel andere bezoekers blijkbaar ook. Ondernemers spelen daarop in met inmiddels 113 terrassen die geheel of voor een deel rookvrij zijn. Nou, wat je ziet is dat met name de familierestauranten, de pannenkoekrestauranten waar ouders en kinderen komen, dat die toch wel voor oplopen. Daar zullen ook heel duidelijk de ouders aangeven van, we willen graag ook vrij zitten. Dus die ondernemers die volgen dat. Van Voorthuizen naar Amsterdam, café Het Spuitje met een klein terras waar roken mag. En dat blijkt ook zo. Waar gaan we dan in de toekomst roken? Als het zo zou zijn dat er op terrassen helemaal niet meer gerookt wordt, dan gaan mensen aan de overkant van de straat staan of tegen het terras aan. Dan heb je daar net zoveel last van. Bovendien zijn veel rokers bereid rekening te houden met anderen. Ik zie dat mensen niet roken en dan bij mij in de buurt zit, dan vraag ik, vind u erg dat ik een sigaret wil steken? Ja, met zulke stamgasten blijven we de asbakken neerzetten en mogen de mensen roken. Ook zijn collega in Voorthuizen denkt aan rokende gasten. We hebben een bank hiervoor, twee rookpalen neergezet, kun je ook nog in de zon zitten. Dan kun iedereen hebben plek hier wel. En we gaan naar het weer met Gerrit.